In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw, gisteren, is er in het dorp Mata in Para een lezing gehouden. Het thema was inheemse vrouwen en hun rechten. Het dorpshoofd van Mata, Michelle Carwafo, die gaf aan dat de inheemse vrouwen in opmars zijn en dat ze beter verdienen. Volgens de directeur van het bureau van de FITS, Lorraine Jubitana, hebben de inheemse vrouwen een speciale rol te vervullen in de maatschappij. Vervolgens zegt ze dat de inheemse vrouwen die ondanks geringe ontwikkelingskansen zich toch kunnen ontwikkelen. De FITS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, wil vandaag met deze activiteit de nadruk leggen op de rechten van inheemse volken en in het bijzonder van de inheemse vrouwen, die zich staande moeten houden, ondanks geringe ontwikkelingskansen die hen geboden worden. En dankzij de ondersteuning van de Europese Unie, die benadrukt dat democratie en mensenrechten, in het bijzonder de rechten van inheemse volken, bijzonder belangrijk zijn, kunnen we dus werken aan de bewustwording van de rechten van de inheemse volken in Suriname. Hoofdbasje van Mata, Wendy Sabayo, vindt dat de inheemse vrouwen meer in zichzelf moeten geloven om vooruit te komen. Verder doet ze een beroep op de vrouwelijke leiders in het algemeen om in het belang van de bevolking de juiste keuzes te maken. Het is bedoeld voor de vrouwelijke leiders. Niet alleen de dorpshoofden, de vrouwelijke dorpshoofden, maar overal. Op welk ministerie ze dan ook zitten. Laten wij de juiste keuze maken voor wat wij doen en wat voor beslissingen wij ook nemen die voordelig kunnen zijn voor de bevolking. Kasi, u nawa spesultu uma, u nawa uma sauro otranga, u nawa uma sa sodu yuki, u nawa forbe al koku, dat nekki de namas agarba kiu, u wangi wang dronki, nawa ki paket, dat kan taki, u wang, u awadere daki, Hoofd Basha Wendy Sabayo. Zij sprak gisteren tijdens een lezing in verband met Internationale Dag van de Vrouw. In het dorp Mata, aan het eind van de lezing, zijn de twee oudste vrouwen van Mata gehuldigd voor de grote bijdragen die zij hebben geleverd voor het dorp.